Martijn, de wedstrijd tegen PSV werd met 2-0 verloren. Toch was er na afloop best wel wat positieve gevoelens over die wedstrijd. Ja, ik denk vanuit binnen het team, heel de selectiestaf. We stonden heel goed, compact. We hebben als team echt hard gewerkt. Daar kun je veel goede dingen uit halen en veel energie en kracht uithalen voor de mooie wedstrijd van morgen. Ja. Ja, want wat zegt uiteindelijk zo'n uitslag PSV dan? Ja, het is vervelend dat hij dan na een uur alsnog valt. Ja, ik denk dat we er als team alles aan hebben gedaan. Alles uit hebben gehaald wat we er konden halen. Je zag dat we wat minder kansen hebben gecreëerd. Dat is logisch als je tegen een PSV speelt. Maar dat wil je dan nog graag verbeteren. Maar ik denk dat we gewoon heel sterk en steady hebben gestaan als team zijn. En dan moet je gewoon weer mooie en goede kracht geven voor de volgende wedstrijd. Ja, en dan komt PEC Zwolle. Althans, we gaan naar PEC Zwolle toe. Een hele andere tegenstander dan PSV uiteraard. Zeker. Dus dat is het mooie ervan. Dat je kan zomaar een paar dagen verder zijn en dan heb je een totaal andere tegenstander. Dat is het mooie van het voetbal. Dat elke tegenstander anders is, dat elke wedstrijd anders is. Elke wedstrijd krijg je nieuwe kansen om jezelf daarin weer te laten zien, om te verbeteren, om jezelf te laten zien, als team te laten zien. Maar ik denk dat je gewoon een goed gevoel hebt overgehouden aan PSV en dan moet je gewoon meenemen naar, of moet, dat nemen we gewoon heel graag mee naar PEC Zwolle, ja. Het gevoel was ook voelbaar in het stadion, hè, bij de supporters die er echt achter bleven staan, ondanks de achterstand op een gegeven moment. Ja, ik denk dat is ook wat we echt nodig hebben. Ook de steun van de supporters. Dat geeft je toch een stukje meer energie. Een boost kan het je geven als je gewoon ziet dat heel het stadion achter je staat. En dan krijg je misschien toch een stukje extra kracht door. Dus dat is wel heel mooi om te zien, ja. Wat voor ploeg is Zwolle? Als je op papier kijkt, hebben ze gewoon kwalitatief goede spelers. Individuele kwaliteiten. Maar ja, dat hebben wij ook. Dus dat is het mooie ervan. Misschien twee gelijkwaardige ploegen aan elkaar. Ja, ploegen die aan elkaar gewaagd zijn, zei de trainer. Dat denk ik ook wel. En dat is dus het mooie van nu de eindfase. Alles is mogelijk. Het kan alle kanten op gaan, maar ik denk dat er twee leuke ploegen op het veld staan, waardoor toch wel een krachtige wedstrijd kan ontstaan. En wat moet er dan echt anders om nu wel die punten mee te kunnen nemen? Misschien een stukje geluk, maar dat moet je gewoon afdwingen, vind ik. Ik denk dat het begint bij strijdlust. Als je gewoon als team zijnde er voor iedereen staat, voor elkaar staat, voor elkaar door het vuur gaat. Dat is misschien wel heel makkelijk om te zeggen, maar ja, daar begint het toch bij. Als je gewoon bij jezelf blijft, als je daar vanuit je eigen kracht gaat werken, positieve energie kan geven. Ik denk als je daarin al een grote slag kan slaan, dat zo'n wedstrijd dan ook onze kant op kan vallen. En het lijkt in deze fase ook niet meer uit te maken tegen wie je speelt. Als je ook de uitslagen bijvoorbeeld Heracles ziet en Volendam. Ja, dat zie je toch wel richting einde seizoen, dat er gewoon leuke uitslagen op het bord kunnen komen. En ja, dat is volgens mij in elke competitie is dat zo. En hier in Nederland in de Eredivisie is het niet anders. Dat zag je vorig jaar ook. Dus ja, alles is mogelijk. En dat is ook wel het mooie van het spelletje. Het begint allemaal met vertrouwen. En dat vertrouwen is er volgens mij wel in een goede afloop. Ja, zeker. Ja, ik denk, ja, wat ik zei, we hebben gewoon naar PSV en natuurlijk verlies je hem. Had misschien de andere kant op kunnen vallen. Of in ieder geval 0-0 was ook mooi geweest. Maar ja, je weet voorhand dat het een zware wedstrijd kan worden. Maar wij hebben er als team tegendeel bewezen. En dat wij gewoon als team daar kunnen staan. En dat nemen we gewoon graag mee naar PEC Zwolle. En als het daarbij begint, dan kan je gewoon een mooi resultaat boeken. Wordt sowieso een belangrijke week, hè, met Zwolle en Volendam. Daarom. En niemand hoeft ons te vertellen waar we het voor doen, waar het om gaat. Dat weten we zelf wel. En ik denk als we dat gewoon aan de andere mensen overlaten, aan de buitenwacht overlaten, dat hun daarover praten, dat wij gewoon onze focus kunnen houden op het voetbal, op de dingen waar wij goed in zijn en natuurlijk de dingen waar we kunnen verbeteren. Ik denk dat je dan ook al met een mooi vertrouwen of in ieder geval een goed gevoel de wedstrijd kan beginnen.